Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Vandaag, met in deze editie. Rob Pronk presenteert het derde boek over Haagse voetbalhistorie. HBS-trainer Marcel Koning leest op het toilet wat hoofdstukjes. Hans Klippers geniet van die oude verhalen. En Lex Schoenmaker komt meer te weten over het verleden van zijn eerste club VDS. Vorige week vond bij boekhandel van Stokkum aan het Spui de presentatie plaats van het derde boek van Rob Pronk over de Haagse voetbalhistorie. Van de Buurtweg tot het Zuiderpark. Ook HBS-trainer Marcel Koning was daarbij aanwezig. Maar had daar ook wel een speciale reden voor. Ja, mijn zwager Rob Pronk heeft weer een boek uitgebracht. En hij vroeg uiteraard of ik langs wilde komen. En logisch dat ik er ben. Mijn zus en mijn ouders zijn er ook. En ik heb mijn dochter meegenomen, dus het ziet er hartstikke leuk uit. Dus er wordt ook in huize Koning regelmatig over de Haagse voetbalhistorie gesproken. Uiteraard op verjaardagen dat we elkaar zien en gelegenheden. Af en toe wel een hapje eten, dan gaat het automatisch over voetbal. Dus ook over de Haagse voetbalhistorie. Altijd heel leuk om met mijn zwager te zijn. Marcel Koning heeft ook de twee voorgaande boeken van zwager Rob Pronk gelezen. Ja, eentje ligt zelfs op de wc. Vaak pak ik toch nog even een klein hoofdstukje op de wc mee. En het zijn hele fijne boeken om te lezen. En superleuk de historie. Ik heb natuurlijk ook niet alles meegemaakt. Maar je hoort heel veel mensen ook reageren naar mij toe van echt een leuk boek. En het is super dat ze er zijn, denk ik. Hij kreeg met zijn broer het eerste exemplaar uitgereikt. En hij begon met voetballen bij VDS. Dus komt ook deze club in het boek voorbij. Tot groot genoegen van ADO-icoon Lex Schoenmaker. Ja, maar goed, daar ben ik begonnen als jong spelertje. Ik was 8 jaar, mocht ik meedoen met de pupillen. En mijn vader was voorzitter, dus dat werd er wel in de jeugdcommissie. Werd dat toch beslist van, nou, we laten hem gewoon als 10-jarige doorgaan. Goed dat het in het boek staat, want echt heel veel weet Schoenmaker ook niet van de geschiedenis van VDS. Niet veel, nee. Ik weet dat mijn vader in ieder geval in die tijd toen ik speelde daar voorzitter was. En dat het eerste elftal derde klas KNVB speelde, vierde klas KNVB, eerste klas HVB, hè, had je toen nog. En op het moment dat ik 15 was, hebben we toen een beslissingswedstrijd moeten spelen. En dat was mijn vader het niet mee eens, dat ik als 15-jarige meedeed met de grote jongens. Dus het eerste van ADO. Oh ja, het eerste van VDS, sorry. En dat was een beslissingswedstrijd tegen DZS. En we wonnen met 1-0. En ja, ik maakte het doelpunt. Dus we waren wel heel erg blij dat we behouden bleven toen in de eerste klasse. Pa Schoenmaker, dus voorzitter van de VDS. Dan zou je toch zeggen dat de jonge Lex Schoenmaker veel van die club kon opvangen tijdens de bestuursvergaderingen bij hen thuis. Nee, ik moest altijd met mijn vader, als de mensen van het bestuur bij ons in de Hubertstraat kwamen, dan gingen de schuifdeuren in de voorkamer gingen dicht en moesten wij weg. Ja, je had er natuurlijk nog niet zo gek veel, dus ja, je kon maar in één kamer zitten. En het was dan de achterkamer of in het zeggetje. En je mocht niet bij een vergadering, want dat hoorde niet. Daarom is ook Schoenmaker zo blij met weer zo'n boek waarin die mooie historie van het Haagse voetbal weer boven komt drijven. Ja, ik vind het fantastisch dat de Haagse historie. En kijk, ik vind het jammer dat er zoveel goede clubs weggegaan zijn. Opgehouden te bestaan. Fios, Tenegedo, VDS. En er zijn er natuurlijk nog wel vele meer. Maar het is jammer dat dat soort clubs het niet kunnen redden. En het zijn allemaal volksclubs waren het. Nou, en dan vind ik het hartstikke fantastisch dat hij het benadrukt dat er in drie series al het amateurvoetbal naar voren gehaald wordt. Maar Alex Schoenmaker zal het boek niet in één keer uitlezen. Ik ga het doornemen en een beetje mazzel, er zitten ook plaatjes in. Hè? Hans Klippers, niet alleen de vakman, maar ook sportjournalist bij het AD, is natuurlijk geïnteresseerd in de Haagse voetbalhistorie. Ja, dat is toch geweldig, zulke boeken. Dat is om je vingers bij af te likken, dus daar ben ik wel bij. Ik heb hem net gekocht, dus geweldig. Met andere woorden,
Uitstekend om dit soort boeken in je bagage te hebben. Ja, nee, die moet je hebben. Al die clubs komen zo bekend voor. En ik vind het ook wel weemoedig om al die namen tegen te komen van die clubs waar ik zelf tegen gespeeld heb. Dat die weg zijn, weet je wel. Je weet, ik ben zelf van fuck. Ik ben zo blij dat die club nog bestaat. Maar er zijn zoveel clubs weg. Ik denk, jezus, weer een club weg. Nou, dat geeft dit boek, staat toch vol met dit soort clubs. Ook Hans Klippers betreurt het dat zoveel mooie clubs niet meer bestaan. Ja, veel te veel. Ik heb dan, dat weet je Ton, in de organisatie van de Haagse Cup gezeten. Nou, toen hadden we geloof ik 188 clubs en zo. Nou, kijk eens wat er nog over is. Dat doet me echt pijn hoor. Dat is echt heel erg, vind ik. En dan de schrijver zelf, Rob Pronk. Het was voor hem niet zo moeilijk om weer voldoende stof bij elkaar te halen voor deze derde uitgave van de Haagse voetbalhistorie. Ja, ik heb zo'n groot archief eigenlijk thuis. Dus ja, als ik op een gegeven moment van iemand wel een boek krijg of een plakboek of een foto, dan zie ik gelijk al, oh, dit is eigenlijk een leuke foto voor het nieuwe boek of zo. Dus ik maak er een speciaal mapje van en dan komt misschien weer deel 4, dan komt hij in deel 4. Veel clubs dus verdwenen. Juist daarom is het zo leuk om het nog eens terug te lezen. Een feest van de herkenning. Ja, dat klopt. Ja. Gelukkig hebben toch heel veel mensen wel historie bewaard. Daar ben ik altijd wel bang voor. Ik merk toch wel dat er ook op een gegeven moment wel veel weggegooid wordt. Vooral als een club gaat fuseren of wordt opgeheven, zeg maar. Dan gaat heel veel spullen gaan de container in. En dat probeer ik voor te maken. Ooit begon Rob Pronk zijn website. Dat het ook zou komen tot het schrijven van boeken, had hij in zijn stoutste dromen niet kunnen vermoeden. Nee, dat had ik echt nooit verwacht. Jammer dat mijn vader die heb mee kunnen maken, dat hij die drie boeken gepresenteerd. Maar ja, dit had ik nooit echt verwacht. Wel trots op me, weet je, eerlijk gezegd. En zo'n derde uitgave vraagt straks toch weer om een vervolg. Ja, want kijk, deel 1 en deel 2 is eigenlijk te snel achter elkaar gekomen. Dus nu hebben we een jaartje gewacht. En dat is wel beter. Dus. Ja, ik zag veel contact met Chris Willemsen, want daar ben ik ook heel veel dank aan verschuldigd, zeg maar. Want die gelooft erin en geweldige man. En die is toch zo druk bezig met al zijn boeken eigenlijk. Dat is wel een begrip voor Den Haag, want al die sportboeken die in Den Haag uitkomen, ik vind het allemaal geweldig. En ik vind het ideaal cadeautje ook. Zo duur zijn ze niet dus. Hoe anders is dit derde boek in vergelijking met de twee eerdere uitgaven? Dit derde boek is een beetje meer gebaseerd op feiten, zeg maar. Ik noem bijvoorbeeld de vereniging Blauw-Zwart, hoe die aan die naam gekomen is. En dat soort meer verhaal erachter, meer historie, weet je. Dus, wat ook een beetje op de website staat, zeg maar. Het boek, een vrij cadeau voor de komende feestdagen, is voor slechts €15 te koop bij onder andere de boekhandel bol.com en bij de Nederlandse sportboekenclub.nl. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen, want dan zijn we er weer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management.